Meneer Hiddema, wilt u mij te woord staan? Met deze wil ik vast een shirt uitbrengen. Ik zou best wel graag een foto willen. Mag ik wat vragen? Als dat op gepaste wijze kan, dan kan dat wel. We staan hier vanwege het stikstofverhaal. Hè. De regering die laat iedere keer maar zien dat ze eigenlijk heel vals spelen naar de boeren. Wat vindt u daarvan? Heel vals spelen? Wat nou, dat, ze gaan nu demonstreren onder andere om te voorkomen dat er besluiten worden genomen zonder dat de gegevens of de informatie de boeren verzameld hebben en de oplossingen meegenomen worden in de gesprekken. Wat ik daarvan vind is heel simpel, dat vinden wij al heel lang. Van meet af aan had je de eerste onderzoeksresultaten moeten laten doorberekenen door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dat betekent wel heel lang. De boeren die hebben eigenlijk aangetoond dat de regering een dubbele agenda heeft. U heeft er wel verstand van, hè? Ik volg het een beetje. Oké. Ja, nou, dat, het wordt wel duidelijk, maar dat kon je ook wel voorzien. Men is helemaal niet uit op een beter klimaat, want er komt geen beter klimaat. Hoe je het ook inricht. Maar stikstof gaat over milieu. Ja, dat weet ik. Nou, maar, nou, ja, nou, er komt ook geen beter milieu. Maar geen donder uit. Meneer Hiddema, ik ben onafhankelijke pers. Ik ben geïnterviewd door de NRC. En daarin hebben ze met 3,5 uur livestream geïnterviewd. En hebben ze met een artikel geschreven dat ik een holocaustontkenner zou zijn. Het framen van de politiek, hè, dus onterecht mensen buitenspel zetten. Zoals ze ook bij de Vorm van Democratie doen. Wat vindt u daar eigenlijk van die pers? Ja, daar heb ik geen commentaar op. Daar heb ik zo mijn eigen gedachten over, maar dat koppel ik niet aan de mening van, zoals u zegt, anderen die u als een holocaust ontkennen zien. Dat halen we er nou eens een keer niet bij vandaag. Nou, ik ben geframed als zodanig, terwijl ik het nooit heb ontkend. Nou, we gaan het vandaag niet over de holocaust hebben, niet over racisme, niet over dit of dat. We hebben het over een vitaal, gezond boerenprotest. Andere ja, ik ben een burgerjournalist en ik denk dat de Nederland burgerjournalisten nodig heeft. Nou, wat? Ik denk dat Nederland burgerjournalisten nodig heeft van die staatsomroep en van die multinational pers af moeten. Ja, nou, prima. Mooi, vindt u dat? Ja, vinden wij ook. Dank u wel.